Op weg naar de laatste bocht. Relingzijde is voor Fandango Royal. Aan de buitenkant Jude Touchivon. Daar komt aan de buitenzijde de aanval van Floris van Egmond. Floris van Egmond gaat drie dicht naar voren. Die gaat heel hard op dit moment. De favoriet wil mee, maar kan op dit moment nog niet mee, want zit even ingesloten. En nu valt de koploper stil. Fandango Royal gebeurt precies halverwege de Tjaarda-bocht. En daar komt Floris van Egmond de leiding nu overnemen. Floris van Egmond, daarachter aan de relingzijde. Of eigenlijk het tweede spoor, Jude Touchivon. Daarachter zoeken paarden naar ruimte. Vinden die ruimtes langzamerhand ook. En we zijn in de laatste rechte lijn. Zijn in de laatste rechte lijn en dan komt aan de buitenkant Fado de Pad. Fado de Pad komt sterk op aan de buitenzijde. Ze liggen met z'n drie op één lijn. Jude Touchivon, Floris van Egmond en Fado de Pad. Het is Krebas tegen Dekker. Krebas tegen Dekker. Op weg naar de streep is het nog steeds Krebas. En op de streep is het Krebas voor Dekker. En dan Floris van Egmond op plaats 3. Ja, daar de finishfoto al, dames en heren. De voorlopige uitslag in cijfers 8-2-9. 8-2-9 en de rest volgt zo dadelijk. Uitslag in cijfers, dames en heren, is 8-2-9, dan de 6, de 1, de 5 en de 10. 8-2-9, 6-1, 5-10 en de tijd van de winnaar 1-16-9. Start is gevallen. Start valt en een duel om de leiding waarbij in het midden van de baan de 5 naar voren komt. Harley Mokoson, daarachter op de tweede plaats Falco du Vif. Rustige start aan de buitenkant van Jude Touchivon en zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding wordt genomen door Harley Mokoson met Robin Bakker. Daarachter aan de buitenkant Falco du Vif. Derde plek aan de relingzijde is voor Fado de Pad. Vierde ligt al de favoriet Falcanor en die gaat gelijk aansluiten bij de voorste 3. En die wordt dan weer gevolgd door Frederike Norg. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. De koploper wordt sterk teruggenomen. Die denkt daar zelf heel anders over. Het paard wil harder dan de rijder, maar die rijder wil terug. En zo hebben we een hele vlotte opening waarschijnlijk. Harley Mokoson gaat de leiding nu afstaan aan Falco du Vif. En die twee paarden liggen ruim voor de rest. Daarachter op de derde plaats ligt Fado de Pad. Aan de buitenkant gaat nu naar de derde plaats Falcanor, de favoriet. Die wordt dan gevolgd door Frederike Norg. Achter Frederike Norg El Greco. En achter El Greco ligt dan Gaelic de Vandel. 1-13 achter de opening en kijk eens even wie daaraan komt aan de buitenzijde. Dat is de favoriet, Falcanor. Die komt heel snel naar voren en komt nu naast de leider en neemt nu de leiding over met nog 2 ronden te gaan. Falcanor aan kop, Falco de Vif daarachter. En daarachter laat het bit zo langzaam weer een beetje los, Harley Mokoson. Tweede spoor wordt aangevoerd, El Greco die komt langzaam naar voren. Die gaat nu naast Fado de Pad komen. En daarachter ligt Frederike Norg, daarachter ook in het tweede spoor Gaelic de Vandel. Dan volgt Tom Kooijman met Fandango Royal. Daarachter ligt Floris van Egmond met de man die straks bij ons in de studio aan gaat schuiven, Jan-Thijs de Jong. Dan Jude Touchivon en de laatste twee aan de binnenkant Philly Witchy. En daarachter Giel Wildhagen met zijn Earthquake Ballet. Krijgen weer een nieuwe leider, want aan de buitenzijde is nu El Greco vooraan. El Greco neemt over. Aan de buitenkant gaat mee Gaelic de Vandel. En derde ligt nu aan de relingzijde Falcanor. Vierde Falco du Vif, daar komt aan de buitenzijde de trainingsgenoot van de favoriet aan, Fandango Royal. Volgende leider komt eraan en dat is Gaelic de Vandel. Gaelic de Vandel nu op kop. Daarachter aan de buitenzijde opkomend is het Fandango Royal. Daarachter aan de relingzijde El Greco. Nu gaat Falcanor weer naar de buitenkant, gaat naar het tweede spoor. En zo gaan de paarden de volgende bocht in.
Dat is de Tjaarda-bocht en dat is de volgende ronde de laatste bocht. Maar nu nog niet, we hebben nog één ronde te gaan en het is Fandango Royal die leidt. Fandango Royal maakt lekker tempo, daarachter Gaelic de Vandel, dan El Greco. Buitenkant daarnaast ligt Falcanor. Driede komt nu aan de buitenkant Krebas naar voren met Jude Touchivon. Daarachter ligt Floris van Egmond in het tweede spoor. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Tempo genoeg in de koers, ook veel beweging in de koers. We hebben nog één ronde te gaan. Leiding in handen van Fandango Royal. Daarachter op de tweede plaats ligt dan Gaelic de Vandel. En daar komt Jude Touchivon op plaats 3. 2 kilometer in 1:17 rond. En zo gaan we de laatste kilometer in. En Jude Touchivon is op jacht naar de leider. Ze gaan de rechterbocht nu in. Dat is de Z-Turf bocht. En het is Fandango Royal. Daarachter Gaelic de Vandel. Dan aan de buitenzijde Jude Touchivon. Dan aan de buitenkant Falcanor ligt er mooi in. Dat geldt ook voor Floris van Egmond. El Greco ligt vast aan de reling. Falco de Vief ook. En zo zijn de paarden in de rechte lijn aan de overzijde. Nu is Kooijman aan het werk. Hij moet aan het werk. Want zijn paard vindt het eigenlijk wel mooi geweest. Die 2600 meter die hij nu achter zich heeft. Maar hij moet nog even door. Gaan op weg naar de laatste bocht. Relingzijde is voor Fandango Royal. Aan de buitenkant Jude Touchivon. Daar komt aan de buitenzijde de aanval van Floris van Egmond. Floris van Egmond gaat driedik naar voren. Die gaat heel hard op dit moment. De favoriet wil mee, maar kan op dit moment nog niet mee, want zit even ingesloten. En nu valt de koploper stil. Fandango Royal gebeurt precies halverwege de Tjaarda bocht. En daar komt Floris van Egmond de leiding nu overnemen. Floris van Egmond, daarachter aan de relingzijde, of eigenlijk het tweede spoor, Jude Touchivon. Daarachter zoeken paarden naar ruimte. Vinden die ruimte zo langzamerhand ook. En we zijn in de laatste rechte lijn. Zijn in de laatste rechte lijn en dan komt aan de buitenkant Fado de Pad. Fado de Pad komt sterk op aan de buitenzijde. Ze liggen met z'n drie op één lijn. Jude Touchivon, Floris van Egmond en Fado de Pad. Het is Krebas tegen Dekker. Krebas tegen Dekker. Op weg naar de streep is het nog steeds Krebas. En op de streep is het Krebas voor Dekker. En dan Floris van Egmond op plaats 3.